En welkom bij aflevering 8. Het is donker. Dat is minder. Ik loop een beetje af en toe in het licht te lopen, net zoals nu. En we gaan er weer wat van maken. 3 kilometer. Aflevering 8. Afgelopen week zat ik op 13 minuut 20. En ik ga kijken of ik dat weer kan inhalen vandaag. Ik weet dat ik het tempo iets moet verlagen. Van de week ging dat iets te snel, maar dat geeft niet. We zijn begonnen, 3 kilometer. De tweede run van deze week. En het tempo zit er redelijk in. Het is wel donker. De wind valt nu wel mee. Maar het is erg. Maar kijken of we 13:20 kunnen inhalen. Ben je nou ook geïnspireerd? Laat het mij weten. We zijn nog maar 2 minuten onderweg. Het tempo zit er wel redelijk in. Relaxed. Dus dat gaat goed. En ik ben benieuwd natuurlijk naar jullie verhalen. Hier is iets meer licht. Zo zien jullie hem ook wel vaker. Het is beter dan volgende week, vind ik. Het is iets relaxter. De tempo is redelijk. Dus ik vroeg een mooie tijd. Vandaag. Even een tunnel terug. Waarom is het niet? Er staat veel wind. Dat is minder. Maar nou, ik niet erg. Voor 30 seconden ga ik mijn camera even uitzetten. En dan zit ik nog 5 minuten. Dus ik ben heel erg benieuwd naar vandaag. En we zitten op 7 minuten. 1,5 kilometer. 7 minuten. Dus ik heb even wat in te halen. Lekker tempootje. Nog wel zwaar. Het gaat helemaal goed komen. En anders is de boven ook niet erg. Maar wel blijf doorlopen. Dat is het belangrijkste. Kijk of die 13 lekker aantikt. En onder de 14 blijft. Ik moet niet zwaarder. Even mijn tijd bekijken hoeveel het nou is. 10 minuten. Nog 750 meter. Dus ik ben eigenlijk gewoon verbreken. Ik denk nog 600. En dat is klaar. 750 meter, 10 minuten nog. Gaat goed komen. Het gaat helemaal goed komen. Ook door. We zijn klaar. Tijd. 13 minuten. 13. Een verbetering van 7 seconden. Lekker. Wil iedereen bedanken voor het kijken. En tot de volgende aflevering. Komende vrijdag.